Goedemiddag. Hoort u mij goed? Ja, is gelukt. Namens het bestuur van de faculteit der letteren wil ik iedereen van harte welkom heten bij deze letterenlezing. Met deze lezing openen we traditioneel het nieuwe academisch jaar, afwisselend in het Engels en in het Nederlands. Dit jaar, zoals u hoort, is Nederlands de voertaal. Een Engelse vertaling zal kort na de lezing beschikbaar worden gesteld via de webpagina van de letterenlezing en later volgt ook een opname met ondertiteling. Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Tony Visser en ik ben de decaan van de faculteit der letteren. Natuurlijk een bijzonder welkom aan Abdelkader Benali, die ik later kort zal introduceren. Voor zover dat nodig is natuurlijk, hè. De letterenlezing vindt gewoontegetrouw plaats in de aula van het academiegebouw, ook dit jaar, hoewel de omstandigheden nog niet toestaan dat de capaciteit van de zaal volledig wordt benut. Om die reden zijn we ook te volgen via een livestream. Op die manier kunnen alle studenten, stafleden en overige geïnteresseerden de lezing bijwonen op locatie of online. Noodgedwongen zijn ons onderwijs en onze overige werkzaamheden als gevolg van de coronapandemie lange tijd op afstand uitgevoerd. Het geven en ontvangen van uitsluitend online onderwijs, dat hoef ik hier niemand te vertellen, was niet ideaal. Zo bleek ook uit enquêtes onder studenten en staf. Zowel studenten als staf hebben het echte contact in de afgelopen periode erg gemist. Niet alleen omdat de lijfelijke ontmoeting ons onderwijs naar een hoger plan tilt, maar ook omdat die ontmoeting invloed heeft op ons welzijn. We zijn dan ook oprecht blij dat we onze studenten weer in de collegezalen kunnen ontvangen. Een bijzonder welkom heet ik de eerstejaarsstudenten die beginnen met hun studie aan onze faculteit, maar ook de tweedejaarsstudenten, want voor velen van hen is het dit jaar ook voor het eerst dat zij onderwijs op de faculteit zullen volgen. Graag wil ik benadrukken dat het dankzij de inzet en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers is dat we de afgelopen anderhalf jaar het onderwijs draaiende hebben kunnen houden. Hoewel niet alle activiteiten doorgaan konden vinden als gepland, zijn er afgezien van het onderwijs ook goede resultaten behaald op het gebied van onderzoek en impact. Daarvoor wil ik echt iedereen een groot compliment geven en mijn bewondering uitspreken. Dat geldt voor onze administratieve en ondersteunende staf evenzeer als voor docenten en onderzoekers. We hopen vanzelfsprekend dat we allemaal snel weer meer op de faculteit kunnen werken. Tegelijkertijd beseffen we terdege dat het coronavirus nog steeds rondwaart. Daarom zijn voorlopig alleen de collega's met locatiegebonden werkzaamheden on-campus aanwezig. Met deze en andere maatregelen proberen we de risico's op verdere besmettingen te beperken, zodat er hopelijk snel meer versoepelingen zullen komen. Ik doe dan ook een dringend beroep op studenten en staf om de geldende regels en adviezen te volgen. Het wordt tijd om zeer in het bijzonder Abdelkader Benali welkom te heten, spreker van de letterenlezing van dit jaar. Abdelkader Benali is geboren in Marokko en op vierjarige leeftijd verhuisd naar Rotterdam. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Abdelkader debuteerde in 1996 met de prachtige roman Bruiloft aan Zee, allemaal lezen als je hem nog niet gelezen hebt, die een jaar later werd bekroond met de Geert-Jan Lubberhuizenprijs. Daarna volgden vele aansprekende titels en diverse eervolle onderscheidingen, waaronder de Gouden Ganzenveer in 2020 voor zijn bijdrage aan de Nederlandse letteren. Abdelkader Benali cureert op dit moment een tentoonstelling van moderne Marokkaanse kunst in het Cobra Museum, die voor het voorjaar van 2022 is gepland. We zijn natuurlijk heel benieuwd welke lessen Benali met ons wil delen. Lessen die hij heeft getrokken uit het leven en die extra zichtbaar zijn geworden door de pandemieperiode. En welke rol de letteren daarbij hebben gespeeld. De afgelopen periode was niet alleen voor onze spreker, maar voor ons allemaal aanleiding voor reflectie en zelfreflectie. Zoals ik eerder al zei, is het belang van interactie ons erg duidelijk geworden.
Niemand wil de hele dag staren naar een raster van zwarte schermen, maar kennis en standpunten uitwisselen met collega's en medestudenten. We zijn niet zozeer geïnteresseerd in iemands achtergrond zoals de webcam ons die toont, maar we willen in de uitwisseling van ideeën iemands talenten zien en ervaren. Samenwerking en kennisverwerving staat of valt nu eenmaal met intermenselijk contact. Het is dan ook niet vreemd dat in ons nieuwe strategisch plan het thema ontmoeten centraal staat. In dit strategisch plan beschrijven we onze visie en ambitie voor de komende 5 jaar. We willen samen innovatieve oplossingen ontwikkelen voor vraagstukken van wetenschappelijk en maatschappelijk belang. We benadrukken het belang van dialoog tussen student en docent, tussen studenten onderling en tussen universiteit en samenleving. Samenwerking met maatschappelijke partners stelt ons in staat onze ambities in onderzoek en onderwijs waar te maken. Het programma van eisen, dat is een technische term, voor de verbouwing van het harmoniecomplex, dus daar staat in wat we eigenlijk hoe we het willen hebben, na het vertrek van de faculteit rechtsgeleerdheid, is dan ook sterk gericht op het faciliteren van al deze vormen van ontmoeting. Het is belangrijk dat we onze kracht zichtbaar blijven maken. Wie de krant openslaat of online het nieuws leest, kan er niet omheen. Het zijn de geesteswetenschappen die bestuderen hoe mensen omgaan met maatschappelijke kwesties van grote of kleinere omvang. De inzichten die onze studenten, alumni, docenten en onderzoekers ontwikkelden, zijn daarmee onmisbaar in de samenleving. Niet alleen omdat we door het onderzoeken van diepere oorzaken de actualiteit kunnen duiden, maar ook omdat we met ons perspectief de agenda voor de toekomst mede bepalen. Daar wil ik, in aansluiting bij de rector gisteren, graag aan toevoegen dat universiteiten plaatsen moeten blijven waar academici hun werk in vrijheid kunnen doen. Voor het klimaat dat daarvoor nodig is, zijn wij met z'n allen verantwoordelijk. Voor de veiligheid van medewerkers die hun onderzoeksresultaten blijven uitdragen, ook wanneer niet iedereen buiten de academie die even graag hoort, hebben universiteiten en overheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn er blij mee dat het rapport van PwC het belang van de geesteswetenschappen en de noodzaak tot adequate financiering onderstreept, na het eerdere harde en minder gefundeerde oordeel van de Commissie van Rijn. Ons belang wordt ook zichtbaar in stijgende studentenaantallen. Dit jaar laat de faculteit der letteren als een van de weinige faculteiten een groei zien. Deze erkenning zien we hopelijk terug in de kabinetsplannen na de formatie, als die formatie tenminste ooit nog wordt afgerond. De financiering van hoger onderwijs is een belangrijk issue. Boter bij de vis is nodig, onder andere ook om de werkdruk aan te pakken. Maar nu is het tijd om het woord te geven aan Abdelkader Benali. Zoals aangegeven is dit een interactieve lezing en dat betekent dat iedereen, zowel in de aula als online, tijdens het tweede deel van de lezing de kans heeft om vragen te stellen aan Abdelkader. Dit interactieve deel wordt begeleid door de moderator Stijn van Nuland, een van onze ME-studenten journalistiek. Maar voordat dat zover is, zijn we nu eerst benieuwd naar het verhaal van Abdelkader. Abdelkader, mag ik je uitnodigen? Ja, dank u wel. Geachte aanwezigen en in het bijzonder de studenten, het is een grote eer om hier u te mogen toespreken vandaag. Ik die eind jaren 90 mijn geschiedenisstudie opgaf voor het schrijverschap. Toch waren mijn studiejaren mijn vormende jaren. De Abdelkader Benali voor de studie was een andere na de studie. Voordat ik aan mijn studie begon, was ik tamelijk zelfverzekerd. Ik geloofde dat ik de hele wereld aankon. Ik geloofde dat geen academische uitdaging mij te hoog gegrepen was. Tijdens mijn studie raakte ik die zelfverzekerheid kwijt. Ik kreeg er iets anders voor in de plaats. Was ik zelfverzekerd gebleven, dan was ik nu miljonair geweest, die onder het mom van goeddoende overheid gebakken lucht in de vorm van mondkapjes had verkocht. Pas vele jaren later begreep ik waarom ik die zelfverzekerheid was kwijtgeraakt. Dat natuurlijke gevoel dat de wereld mij toebehoorde.
Wat ik meemaakte in mijn studententijd was een intellectuele cultuurschok waar niemand me op had kunnen voorbereiden. Ik kwam in een culturele omgeving die totaal anders was dan die ik had achtergelaten in Rotterdam. Mijn ouders waren laaggeletterd. Ik had op eigen kracht al mijn diploma's gehaald, inclusief het veterdiploma. Ik beschouwde mezelf dus echt als een self-made man die, omdat hij veel boeken had gelezen, de wereld naar zijn hand kon zetten. Maar feitelijk was ik nog maar een groentje. Van de wereld had ik niet veel gezien. Ik bleef het liefst dicht bij huis. Een zekere reisangst was mij niet vreemd. Aan de universiteit bleek ik lang niet de enige te zijn die over een goed stel hersenen beschikte. Het wemelde ervan. Iedereen was intelligent, iedereen was knap en iedereen was welbespraakt, zelfs de introverten. Niet alleen de studenten, maar ook de docenten maakten me neurotisch. Sommige van hen waren eminence gris, zogezegd onderdeel van het meubilair. En soms leken ze ook op het meubilair. Sommigen praten als meubilair. Tegen die hotshots kon ik tenminste nog opkijken, want de kloof was toch te groot. Ze liepen feitelijk door de collegezalen om bewonderd te worden. Zij waren wat wij konden worden als we onze tanden zetten in 4 jaar lange studie met daarna onderzoek en promotie. We zouden dan als beloning eindigen als eminence gris, als meubilair. Hun taal was eenrichtingsverkeer. Maar het waren de jonge docenten, sommigen net uit de academische schoolbanken, die al zoveel academisch gezag en wijsheid en autonomie uitstraalden, dat ze met hun blik versteenden. Hoe hadden ze het voor elkaar gekregen om in nog geen paar jaar na het afstuderen zoveel geestelijk kapitaal op te bouwen? Het werd me zwaar te moede. Wat was ik toch een uilskuiken naast die uilen van Minerva? Ik belandde in een persoonlijke crisis. Maar gelukkig was daar Oprah Winfrey om mijn gebrek aan zelfvertrouwen te framen als onderdeel van een spirituele reis. Oprah Winfrey wees ons wereldburgers midden jaren 90 de weg richting het nieuwe zelf, met een hoofdletter Z. Ik keek naar haar talkshows vanaf het waterbed van de huurders waar ik inpandig een kamer huurde. Mijn huurders waren 2 samenwonende mannen die ook onderdak boden van tijd tot tijd aan een thuise loverboy. 'S Nachts sliepen ze met hun 3 in het waterbed. Overdag, wanneer ze weg waren, keek ik naar Oprah Winfrey die het evangelie van de jaren 90 communiceerde. Houd van jezelf, dan houdt de wereld ook van jou. Er zijn geen grenzen, alleen maar uitdagingen. Als je maar diep genoeg gelooft in wat je wil bereiken, zal je het bereiken. Maar dat alles stond in schril contrast met hoe ik was opgevoed. Ik was opgevoed met liefde krijg je niet, liefde moet je verdienen. Met hard werken en met je mond houden. De mens wikt, maar Allah beschikt. Keihard. En ik was opgevoed met de gedachte dat je als individu helemaal niks was. Je moest je koest houden. Werkelijk alles wat ik als normaal en vanzelfsprekend had beschouwd, kwam tijdens mijn studie op losse schroeven te staan. Afkomst, religie, wereldbeschouwing, etensvoorkeuren, kledingstijl, seksuele oriëntatie. Mijn wereld bleek gebouwd te zijn op conventies, gemeenplaatsen en stoffige rituelen. Ik was hopeloos verouderd en toch zo jong. Ik zakte steeds dieper weg in het waterbed. En Oprah Winfrey bleef maar stralen, bleef maar kakelen, bleef maar rijker worden. Ik had het gevoel een wandeling aan het maken te zijn die me steeds verder afbracht van de plek waar ik vandaan was vertrokken. In plaats van op een prachtige berg uit te komen waar ik à la Caspar David Friedrich een subliem uitzicht had, geraakte ik steeds dieper en dieper in het donkere vallei waar het meest afzichtelijke onkruid groeide. De moedeloosheid die over me kwam werd er niet beter op doordat ik ook heel voorzichtjes was begonnen te experimenteren met drugs en alcohol. Ik zeg heel voorzichtjes, want van de eerste joints kreeg ik bijkans een psychose. En wat hard drinken betreft was ik altijd degene in het vriendenclubje die als eerste moest afhaken. Mijn studiegenoten dronken en gingen door, ik dronk en gaf over. Dieper dan ik heeft niemand zijn hoofd in de wc-pot geduwd om het gesprek aan te gaan met zijn opperwezen. In mijn eerste jaar als student was ik ook gedebuteerd als schrijver. Ik probeerde dat eerst nog stil te houden, tot studenten nieuwsgierig kwamen vragen of ik die schrijver was. Ik bekende, ja, ik was die schrijver. En toen was ik de schrijver. Ik werd columnist. Sommigen lezen ze. Ik gaf lezingen. Ik maakte mooie reizen. Ik werd genomineerd. En ik mocht mijn mening geven over de wereld. Het leven rolde zich als een Perzisch tapijt voor me uit. Het enige wat ik hoefde te doen was het betreden. En iedereen luisterde naar me. Ik raakte niet uitgepraat. Innerlijk was ik dat voortdurende praten al snel zat. Uiterlijk bleef ik de kar trekken. Ik was omringd door een fel licht. Dat felle licht hield me letterlijk uit mijn slaap. Ik telde de balken
in het plafond van mijn hoogslaper. En de muggen hielden me uit mijn slaap. Ik las New York Trilogy van Paul Auster. Het deed de muggen niet verdwijnen, maar het luchtte wel op. De vrijheid waarin ik zwom, of eerlijk gezegd, waarin ik probeerde mijn hoofd boven water te houden, ik ontdekte al heel snel dat in die vrijheid haaien rondzwommen. En die haaien, die heten isolement, frustratie, eenzaamheid, depressie, woede en ressentiment. Want het feit dat ik die vrijheid niet kon vormgeven, bracht alle voorgenoemde gevoelens sterk naar boven. Ik voelde me omringd door de haaien. En hoe meer ik teruggewerpen werd op mijn ik, hoe groter de afkeer van dat ik werd. En ik durfde er met niemand over te praten, bang als ik was voor de afwijzing en het onbegrip. Mijn kwetsbaarheid werd mijn gevangenis. Zoals in elk goed opstandingsverhaal moet er ook een moment van redding komen. Nou, die krijgt u. Het enige wat me redde, wat me opluchting gaf, wat me geruststelde in die maat dat ik zelfs de tranen vond om mijn redeloze staat te bewenen, was het verhaal van de ander. Veel van wat we doen om de ander nabij te komen is niets anders dan een reddingsboei om te ontsnappen aan die verstikkende zee van het zelf. En de ander is nooit zomaar iemand. De ander ontmoeten is openstaan voor de ontmoeting. Maar soms dringt de ontmoeting zich aan je om. Soms slaat de ander als een meteoriet in je leven. We noemen dat liefde. Om het verhaal van de ander te verstaan, moet er ruimte gecreëerd worden. Het is om die reden dat in de literatuur de plekken van samenkomst altijd heel goed worden omschreven. De rand van een zwembad, een sanatorium, een stad waar de pest heerst, een flatgebouw in de Via Merulana, een treincoupé, een collegezaal, de zolder van een herenhuis. Als ik terugkijk op mijn studententijd, dan waren mijn meest dierbare plekken de vluchtheuvels waar ik bij zinnen kon komen, waar ik uit kon blazen, waarvoor het zelf geen plek was. Waar twee mensen elkaar ontmoeten, moet het zelf een stapje terug doen. In 1998, ik heb hier 88 staan, maar het is 98, bezocht ik literair café Flanor. Ik weet het nog goed, want het was mijn eerste bezoek aan Groningen. En ik was net teruggekomen van een bezoek aan Bamako, Mali. De grap was dus dat ik via een omweg naar West-Afrika toch nog de weg had gevonden naar het Hoge Noorden. Ik nam een studiegenoot mee. We deelden een kamer in een eenvoudig hotelletje dat het dispuut had gereserveerd voor ons. De lezing was in een bovenruimte, waar weet ik niet meer. Er waren nog geen 20 mensen. Misschien minder. Misschien waren er maar 10 mensen. Maar alleen waren we niet. We werden afgehaald van het station. Literaire gezelschappen halen schrijvers op van het station en brengen daarmee een ode aan de meest literaire plek die een stad kent. Het station. Aankomst en vertrekpunt van verhalen. Het bolwerk van de anderen. Waar we wachten op de ander, waar we verhalen over hebben gehoord, maar nooit fysiek hebben gezien. Die we uitnodigen om in onze wereld te komen, maar wiens wereld we stiekem al heel goed menen te kennen. De eerste handdruk en soms zoenen, toen kon dat nog allemaal. Het was elke keer weer een verrassing wie er stond op te wachten. De vriend die meeging, daar wil ik wat over vertellen. Het was een studiegenoot van mij. Ik had hem in de collegezaal bij het Hoorcollege een essay van de literatuurwetenschapper George Steiner zien lezen. En dat maakte heel veel indruk op me, want naar mijn weten was ik de enige in de wereld die de essays van George Steiner las. En ik meende ook dat ik de enige was die de essays van George Steiner begreep. Ik sprak hem erop aan en we gingen wat drinken in het café. En we gingen zitten in het café, in het café de WW, in een zijstraat van de Breestraat, met de krukken tegenover elkaar. En we kweten ons van onze taak, want we vertelden ons verhaal. En wat er gebeurde, dat zal u verbazen, want nadat we onze ideologische, etnische en religieuze veren hadden afgelegd, kwamen we te spreken over het essay van George Steiner, dat bij nader inzien niet van George Steiner was, maar van de Indiaans-Britse schrijver Salman Rushdie, die het essay had geschreven als antwoord op George Steiner, die in de New Yorker had gesteld dat de roman Mors en Mors dood was. Waarom de roman Mors dood was, daar had George Steiner argumenten bij. En geen van de argumenten hadden Salman Rushdie overtuigd, wat ook wel begrijpelijk is, want als je aan de nering van een schrijver komt, zijn roman, en die nul en overbodig verklaart, dan kom je aan zijn broodwinning. Maar hier was meer aan de hand.
Het ging natuurlijk in de jaren 90 om het einde van de geschiedenis. De muur was gevallen, het optimisme overheerste, want het globalisme bracht de wereld binnen handbereik. De treinen van het globalisme kwamen overal en stopten niet meer bij de grens. En nu die ideologische conflicten waren komen te vervallen, had ook de roman, de verbeelding van het conflict, zijn functie verloren. De roman is de plek waar de dialoog wordt gevoerd, waar personages in conflict komen met elkaar over hun waarden en normen. Maar nu de geschiedenis aan zijn einde was gekomen en nog maar één waarheid over was, waren we uitgepraat. En daar kwam Salman Rushdie tegen in het geweer. Want zolang er mensen zijn, zullen er conflicten zijn. En zolang er conflicten zijn, zullen er verhalen zijn. En zolang er verhalen zijn, zal de mens die een plek moeten geven. Vandaar de roman. De roman als tijdgenoot van de twijfelende mens. De roman als schuilplaats voor alle anderen. De republiek van de buitenstaanders. George Steiner zei, wij hebben geen behoefte meer aan verhalen over anderen, want die ander is ons geworden. Oprah Winfrey zei, jij bent de waarheid. En de roman zegt, de ander zijn de waarheden. Dus je zou kunnen zeggen, met een paardensprong, dat de roman het beste verenigt van George Steiner en Oprah Winfrey. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Die discussie valt buiten deze lezing. Ik wil het hebben over dat moment in het café, daar waar we leken uitgepraat te zijn, en tot onze grote vreugde ontdekten dat er nog een verhaal op ons lag te wachten. En dat als we zelf andere verhalen kwamen. En dat het ene verhaal het andere verhaal uitlokte. En we dronken er nog een. En we spraken met elkaar. En hij vroeg naar mijn geloof. En ik vroeg naar zijn geloof. Hij zei dat hij Joods was. Hij was de eerste Joodse persoon die mij over zijn achtergrond vertelde. En ik vroeg wat dat geloof voor hem betekende. En hij stak van wal. En hij vroeg wat het geloof voor mij betekende. En ik stak van wal. Nou ja, ik probeerde het. Onze vragen waren geen vragen, maar als de zuidenwind die een schip in beweging brengt. En toen het café dichtging en we buiten stonden, wisten we één ding. Onuitgesproken dat de Jood en de moslim nog veel te bepraten hadden. Het was alsof we elkaar hadden opgeteeld om iemand te zijn. Althans, zo voelde ik het. Er was een honger in ons aangeboord. Een honger waarvan ik ten diepste hoopte en ten diepste geloofde dat die niet gestild kon worden. Nee, niet gestild mocht worden. Het liefst wilde ik gewoon daar aan die barkruk blijven zitten om tot diep in de nacht vragen te stellen die verhalen zouden uitlokken. Het verhaal vormde een entiteit op zich, tussen ons in. Als bemiddelaar, maar wel een blinde bemiddelaar. Als een Tiresias uit de Griekse tragedie, die ver vooruit kan kijken, diep in het verleden kan kijken, daarmee inzicht verwervend over de omgang van de mensen in het heden en toch stekenblind is voor wat voor hem ligt. Die blindheid is zijn genade. Dat we onszelf niet zagen, was op dat moment mijn redding. We zagen alleen elkaar. En dat moment, dat koester ik. De plek waar we zijn, geeft vorm aan het gesprek dat we voeren. Ik herinner me het praten met de leden van het literair gezelschap Vlaanderen na afloop in Café de Woldhoren. Wat ik in dat gesprek gezegd heb, ja, dat weet ik natuurlijk allemaal niet meer. Maar het enige wat ik me herinner, is dat ik omringd was door mensen. Door leeftijdsgenoten die net als ik nieuwsgierig waren aan de vraag of literatuur antwoord kan geven op de prangende vragen van het leven. Die er heilig in geloofden dat de roman, literatuur in het algemeen, kan bemiddelen tussen onze verlangens en onze behoeftes. En in dat café, terwijl de biertjes werden gebracht en we op de achtergrond het tikken van de biljartballen hoorden, ontstond dat vreemdsoortige gesprek dat van zo'n natuur is dat de stiltes die vallen belangrijker zijn dan de woorden die uitgesproken worden. Alle zinnen die vloeiden waren de uitkomst van een stilzwijgende afspraak dat wat we elkaar vertelden een zekere mate van heiligheid had. Dat hoe klein het gezelschap ook, Emmausgangers die we waren, wat we met elkaar deelden, net zo voedzaam was als de spareribs en de nootjes en het brood dat we met elkaar gebroken hadden. Praten over literatuur is met elkaar het geestelijke brood delen. Het is een gesprek waarin de grote vragen van de religies, zonder de paraphernalia en ornamenten die de religies al eeuwen dragen, naakt tot ons komen om herzien te worden. En de literatuur heeft vele middelen om die vragen te tackelen. Maar nog belangrijker is dat het gesprek geen vast verzamelpunt kent. De kerk van de literatuur,
of zo u wil, de moskee, is overal. En hoewel literatuur een verzameling teksten is, kan die verzameling teksten alleen maar bestaan als er kritiek tegenover staat. Een kritiek die eerder uit vragen dan antwoorden zal bestaan, die eerder wordt gevormd door aarzelingen dan al te bouwde uitspraken. En tijdens het gesprek in de Woldhoorn was het druk. We werden omringd door andere gesprekken. En juist die cacophonie versterkte onze polyfonie. Het was alsof de ruis die we hoorden de noodzakelijke muur was waar wij onze tekens op konden krassen. Onze symboliek zijn plek vond. En we zaten toen aan die tafel, de moslim, de jood en alle anderen. Maar dames en heren, hoe vind je je reisgenoot als je tenminste 1,5 meter afstand moet houden? En dat al meer dan 1,5 jaar. Hoe gaan wij ooit nog in staat zijn om toevallige ontmoetingen af te dwingen als onze bewegingen tot een minimum zijn beperkt en gereguleerd? De grote mensenmassa's, vooral van jongeren die op de been kwamen toen de maatregelen werden teruggeschaald, die zie ik als een vorm van civil disobedience, maar vooral ook als een ode aan de spontane ontmoeting. Het noodzakelijke contact om ons weer te voelen, om weer te voelen dat we kwalitatieve mensen zijn en niet alleen kwantitatief. Niet een kader op een scherm afgescheiden van anderen, maar een rommelig zootje ongeregeld dat als botsautootjes gelukkig tegen elkaar aanbotst. Lang leven de aanwezigheid van de ander. Is de belangrijkste opdracht van onze tijd niet om een ander te zoeken? Of om Martinus Nijhoff te citeren, altijd Nijhoff, want hij is het meest onrustige rustpunt van onze poëzie. Ik zoek een reisgenoot. En een reisgenoot zoek je niet, maar die vind je. Maar om te vinden moet je wel een ruimte tot je beschikking hebben waar je hem of haar kan vinden. Maar hoe vind je die reisgenoot na een lange periode van sociale abstinentie? Tijdens de pest, het zijn er heel wat geweest, trokken de mensen zich terug in kamers en in afwachting van de apocalyps werden verhalen verteld. De afgelopen 2 jaar trokken de mensen zich weer terug en gingen zoomen. Niet om verhalen te vertellen, maar om te vertellen dat men eenzaam was, wat natuurlijk ook een verhaal is. Maar wat is eenzaamheid in een tijd van afgedwongen isolement? Zonder mijn studiegenoten had ik de wereldliteratuur niet kunnen ontdekken. Ik had het nooit op eigen kracht gekund. Het is schier onmogelijk om de wereld der letteren te ontdekken, te omarmen, want je leert namelijk helemaal niets zonder enthousiasme. Enthousiasme is een virus dat ervoor heeft gezorgd dat de mens nieuwsgierig naar de wereld werd. En wanneer je wordt aangeraakt door het virus, dan wil je weten wat de ander weet. Belangrijker nog, en nog belangrijker, is dat je wilt voelen wat de ander voelt. Waarom? Omdat je zelf investeren met de waarvoelste inzichten die de ander heeft, jou het gevoel geeft dat je niet alleen bent. Omdat wanneer de ander in zijn hartstochtelijke drang om te delen wat in hem leeft op jou overbrengt, hier sprake is van een daad van liefde die ons eventjes geneest van alle smarten die we in ons voelen. Het enthousiasme van de ander is aanstekelijk. En om die aanstekelijkheid om aanstekelijk te kunnen zijn, moeten we de aanwezigheid van de ander ervaren. De afstand tot de ander moet korter zijn dan 1,5 meter. Dus om aangeraakt te worden door het virus van het enthousiasme, wordt om nabijheid gevraagd. Ik geloof dat we de afgelopen 2 jaar veel van onze levenslust zijn kwijtgeraakt, omdat we door de te nemen afstand ook het enthousiasme hebben gedood. Via de digitale weg hebben we vruchteloze pogingen gedaan om een substituut te vinden voor de aanwezigheid van de ander. Het heeft niet mogen zijn. Een Zoom-lezing, ik spreek uit, dat is in wel mijn ervaring, laat eerder een uitgeput gevoel achter dan dat het vitaliseert. En helaas is er dan na zo'n Zoom-lezing ook niet de mogelijkheid om het met de ander gewoon in een persoonlijk gesprek hartgrondig eens of oneens te zijn. Er is gezegd dat de coronapandemie een zegen was voor introverte mensen. Dat is onzin. Ik ben zeer introvert. Het liefst zit ik binnen met mezelf. Maar zonder de lijfelijke aanwezigheid van de ander richt ik mezelf uiteindelijk te gronden. Letteren, dames en heren, is een studie. Meer nog, is een studie, maar meer nog een verdieping in de wereld. Maar meer nog dan een verdieping in de wereld van boeken. Een studie naar de drijfveren van de mens. De belangrijkste vraag die de mens zich heeft gesteld is hoe het uit te houden met de ander. In een relatie, of om Tsjechov te citeren, wil je weten wat eenzaamheid is, probeer het huwelijk. Hoe hou je het in vredesnaam uit met de ander? En waarom willen we, ondanks al het lijden dat er is, toch dat huwelijk?
Algoritmes, de code waarmee we de digitale voorzienigheid ons lot schrijft, sluit alle toeval uit. Het Arabische spreekwoord zegt, één toevallige ontmoeting is beter dan duizend afspraken. En om die reden leidden de kronkelwegen van de oude stadscentra altijd naar het centrum, naar het plein. Want daar kwam je vroeg of laat, daar waar een café was, daar kwam je vroeg of laat iedereen weer tegen. Zodat je kon gaan zitten, opdat je die ander kon zien. Dat je die ander weer kon toelaten. Die net als jij daar was neergestreken, het plein waar alles en iedereen vroeg of laat samenkomt. Het plein als de facilitator van de toevallige ontmoetingen. Een veilige ruimte die natuurlijk ook literair materiaal is. Wanneer gaan we elkaar weer ontmoeten in dit afstandelijke tijdperk? Hoe gaan we dat plein opnieuw inrichten? Wie durft te zeggen, naar de hel met het algoritme? Ik laat mijn leven niet bepalen door de swipe of de like, maar door het toeval, door het grillige lot. Afgelopen jaar, en dat kan geen toeval zijn, las ik een aantal reisverhalen die werden begonnen in een zoektocht naar de ander. Het doel was geen stad, geen plein of plaats, maar een persoon. De ander was een afwezige vader of een dochter. De ander was een vader in Suriname, een vader in Pakistan, een Groningse dochter waarvan de Liberiaanse vader vertelde over zijn zoektocht naar vrijheid en geluk van Famba Sherif, die hier tot mijn grote vreugde en geluk ook aanwezig is. Bij gebrek aan nabijheid in de echte ruimte werd de nabijheid in de letteren gezocht. En ik las tussen de regels door in al die boeken die drang en die dorst naar intimiteit, de dorst naar conflict, de dorst naar thuiskomen bij de ander. Deze boeken inspireerden me. Ze lieten me zien dat alle grote verhalen beginnen in de drang tot ontdekking, de drang tot ontmoeting, de drang om door het membraan van het isolement te breken. De drang om onderdeel te zijn van iets groters. Vriendschap, familie, de drang om het gesprek met de ander af te maken. Hier, nu, overal. Dank u voor uw aandacht. Zometeen is er de mogelijkheid hier in de zaal, maar ook voor de mensen die via het wereldwijde web meekijken, om vragen te stellen aan onze spreker. Als je thuis meekijkt, je kan een DM via Instagram of Facebook sturen of een mailtje naar info.let@rug.nl. En mochten we je vraag niet tijdens de lezing behandelen, dan krijg je na afloop nog een antwoord per mail. De vragen komen hier op mijn iPad binnen en ik stel ze dan vervolgens aan Abdelkader. Ik ga er ook even bij zitten ondertussen. Maar ik krijg natuurlijk eerst zelf even de kans om een vraag te stellen. Abdelkader, in de promotietekst voor deze lezing, daar staat, tijdens mijn lezing wil ik 5 lessen met jou delen voor een nieuwe tijd, voor iedereen die nieuwe tijd ingaat en zich afvraagt hoe het zal zijn. Daar heb ik zeer aandachtig geluisterd, maar die 5 lessen die heb ik er niet echt concreet uit kunnen halen. Dus laat ons niet langer in spanning, zou ik zeggen. Wat zijn ze nou alle 5? En je mag je microfoon voor gebruiken ook. Hij doet het als het goed is, als je hem... Hallo? Ja, dat is... Ik heb altijd een hekel aan de lessen. Daar heb ik hekel aan. En ik heb, om mezelf makkelijk te maken, dacht ik, nou, dan doe ik het schabloonmatig, 5 lessen. En, en toen ben ik gaan schrijven. En toen werd het iets heel anders. En gelukkig maar. Maar wat ik wel wil meegeven aan jonge mensen, en dat zit eigenlijk ook wel in mijn tekst verborgen, is dat je staat echt aan het begin van een hele nieuwe tijd. Niet alleen in de maatschappij, maar ook voor jezelf. Je zal natuurlijk binnen korte tijd enorm veel leren, maar ook veranderen. En er zullen heel veel dingen gebeuren die je niet, eigenlijk niet op de oude manier kan oplossen. En dat vraagt een zekere... Ja, dat vraagt een weerbaarheid. En weerbaarheid... bouw je op. Dat bouw je op. Dat is niet iets wat je meteen hebt. Je kan wel eens kunnen dingen gebeuren persoonlijk in je studie, waardoor je geen antwoord op hebt. En ik heb daar heel erg mee geworsteld. Ik heb
depressie gehad en ik kon niet slapen. En ik liep ontzettend veel muren aan. En wat ik, als er één les is die ik heb geleerd, is: praat met iemand. Praat met iemand. Praat met een vertrouwenspersoon. Praat met een vriend. Praat met een vreemdeling. Weet je, de comfort of strangers. Maar hou het niet voor je, want dan ontneem je jezelf ook de ruimte om te groeien en om weerbaarheid op te bouwen. Dus dat is voor mij echt persoonlijk mijn allerbelangrijkste les. En ik had gehoopt dat toen iemand dat tegen mij had gezegd van: wees lief voor jezelf. Weet je, gun jezelf de tijd, gun jezelf de ruimte om anders tegen de dingen aan te leren kijken. En praat met iemand anders dus. En praat met iemand, ja. En ik had het geluk dat ik op een gegeven moment mensen om me heen had met wie ik over heel veel dingen kon praten. Maar eigenlijk was het voor mij best wel moeilijk om over dat hele persoonlijke te praten. Om ook echt over mijn lijden te praten. Dat is niet alleen voor jou lastig, het is voor meer mensen lastig. Daarom is het goed. En ook, wees niet bang ook om professionele hulp te zoeken. Ja. Weet je wat, dat kan, soms is een coach of een psycholoog of een, je hebt je studentendekanen, vertrouwenspersonen, kunnen ook, ontzettend veel doen. En dan de tweede belangrijke les, is: wacht niet totdat het dak lekt. Dus ga in goede tijden al praten. Want dan kan je, als het een keer slecht gaat, dan kan je veel makkelijker weer aansluiting vinden op jezelf. Terwijl als het slecht gaat, wat gebeurt als er malheur is, dan gaan mensen toch voor zichzelf houden. Maar je moet dan nu al investeren in die relatie met de ander. Ja, mooi. En ook natuurlijk, en trouw jong, dat is ook een belangrijke les. En trouw jong. Trouw jong, ja. Okay, of zoek in ieder geval snel. Nee, maar dat ik ga mijn best doen. Ja, goed zo, Stijn. Ik heb er nog twee. Dat komt wel. Dat bespreken we na de lezing even dan, inderdaad. Je vertelde dat in je studententijd je kijk op de wereld behoorlijk veranderde. En dat de pandemie eigenlijk ook voor een verandering in denken bij jou heeft gezorgd. Blijkbaar moeten we dus weer op zoek naar de ander. En niet alleen, of binnen 1,5 meter en niet via een draadje. Ja. Hoe ga jij dat in je eigen leven aanpakken nu de pandemie hopelijk op zijn einde loopt? Hoe ga jij zelf op zoek naar die ander in je leven? Ja, nou, ik ben de gelukkige omstandigheid dat ik 2 dochters heb. En als ik om een praatje verlegen zit, dan ga ik even wandelen met mijn dochter. En dan heb ik heel veel aanspraak. En dat is altijd een hele leuke manier om van mijn weltschmerz te genezen. Dus dat. En ik geef natuurlijk heel veel lezingen in het land. En dan zijn er vaak mensen die dan vragen hebben. En dan word ik ook van mijn weltschmerz genezen. Dus op die manier. Wat ik ook ben gaan doen, dat heeft me ook wel geholpen, is de 4e les. Oh ja. De derde waren we pas. Ik heb toen op een gegeven moment ben ik gaan hardlopen. Dat deed ik al, maar toen ik ging studeren, hardlopen, ik studeerde geschiedenis, dan ben je toch gewoon intellectueel, weet je wel, dan ben je met de lange duur bezig, niet met de korte duur. Dus toen dacht ik, dat hardlopen, en toen ben ik heel veel gaan drinken. En toen ben ik eigenlijk om een beetje een soort weer mijn leven op orde te krijgen, ben ik gaan hardlopen. En toen ben ik ook meegedaan aan hardloopwedstrijden. En het bleek toch, en die hele club van hardlopers, die van heinde en ver komen om een wedstrijd te lopen, dat bleek ook een soort van surrogaatfamilie te zijn. Mensen met wie ik mijn passie deelde voor die sport. Dus toen dacht ik, maar het is helemaal niet erg om lekker te hardlopen en te bewegen en te zweten. En wat ze er ook van vinden, al die intellectuelen. Je hardlopen erdoor. Kijk, nu is hardlopen natuurlijk heel hip en happening. Als je nu niet hardloopt, dan mag je niet promoveren. Dan krijg je geen baan aan de rug. Maar toen was je hardliep, kreeg je geen baan aan de universiteit. Weet je wel, dus ik ben blij met die mentaliteitsverandering, maar ik heb daar toen heel veel aan gehad. Omdat ik toch ergens in mijn privé een plek had waar ik gewoon mezelf kon zijn met mijn sport. Ja, mooie. Dus les 3, misschien komen we bij 5 nog straks. Ja, het is tijd voor de mensen hier in de zaal om vragen op jou af te gaan vuren. Als je een vraag hebt, dan mag je je hand opsteken. Komt er een student met een microfoon naar je toe. En dan mag je de vraag zelf even stellen. En dan is het ook leuk als je dan eventjes vertelt wie je bent, wat je doet en dat soort persoonlijke gegevens. Wie, roept u maar. Ik zie daar meneer met een hand. 2 handen hoop ik, maar hij steekt er eentje op. Met Hengel, dankjewel. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dankjewel ook voor een mooie en inspirerende lezing. Ik zou zeggen, fijn dat je hier bent. Wat ik heel mooi vond in de lezing en wat je heel gepassioneerd ook hebt verteld, is het belang dat onderwijs voor je heeft gehad. Hè? En ik denk dat dat ook heel erg raakt aan wat onderwijs in Nederland traditioneel is en nog steeds is. Hè? Namelijk een soort emancipatie-instrument. Ook voor
kinderen en jongeren die niet, laten we zeggen, uit een geletterd huishouden komen. En dat vond ik een heel intrigerend aspect. En tegelijkertijd moest ik ook even denken aan een column die je vorige week in Trouw schreef, waarin je, laten we zeggen, naar mijn idee nog wat verouderd en ook wat scherp beeld van de opleidingen Nederlands neerzet. Ik geloof dat Knekelhuis nog de meest vlijende metafoor was. En ik voelde een soort ongemak met onderwijs. Net maakte je ook een beetje het onderscheid, denk ik, tussen onderwijs en lessen. Kun je daar een toelichting op geven? Waar zit dat ongemak met bijvoorbeeld een opleiding, een talenopleiding, universitaire talenopleiding? En wat zou je onze studenten, nieuwe en ouderejaars, toewensen? Ja, mag ik weten wie u bent? Ja, dat vind ik leuk. Dan heb ik er een... Matthijs Sanders, werkt bij de opleiding Nederland. Oh ja, we hebben al contact gehad via de Facebook. Ja, helemaal goed. Ja, nee, dat is ook zo. Ja, precies. Ik wil eigenlijk twee dingen scheiden. Mijn rol als columnist, waarin ik ook soms dingen zeg die onbezonnen zijn en ongeïnformeerd. Om iets aan te jagen en om iets in vraag te stellen. Iets wat ik voel. Wat ik voel in mijn maag, in mijn darmen. Dat ik denk, ja, hoe kan dat? Hoe kan het nou dat ik geen gevoel heb bij de studie Nederlands? Hoe kan dat nou? Nou, die column was nog niet gepubliceerd of bleek dat mijn halve Facebook vriendengroep is Neerlandicus. Dat is een fijne, aangename ontdekking. En die hebben mij wel echt onderuit de zak gegeven. Met echte argumenten. Daar ben ik ze dankbaar voor. En laat ik zeggen, nu luister ik even niet, want ik ben ontzettend trots. Maar ik ga natuurlijk wel naar luisteren, omdat daar hele belangrijke informatie zit. En daar kan ik ook wat mee. We hebben een aantal uitnodigingen gekregen om langs te komen, zoals in Nijmegen. Ik voel dat hier ook een uitnodiging aankomt. En daar ga ik natuurlijk met heel veel plezier op in. Ik heb volgende week een podcastaflevering met Joosten van de Radboud Universiteit over dit thema. Dus we gaan hierover met elkaar in gesprek. Maar nu komt u bij een ander heel belangrijk punt, vind ik een heel belangrijk punt. Dat is de staat van de letter in onze maatschappij. Hoe kan het nou dat mijn generatiegenoten rechter, jurist of automonteur wilden worden, of dokter, maar geen docent Nederlands of docent geschiedenis. Ik vind het gewoon problematisch. Ik vind het wel echt problematisch. Ik vind als samenleving, als letteren, heb je een plicht om brede lagen van de bevolking in je studie binnen te halen. Maar jullie doen er al heel veel aan, in de studie zelf, daar ben ik dus achtergekomen. Koen Peppelenbos op Zoom, die heeft me een briefje geschreven, is een brief met precies puntsgewijs wat er allemaal wordt gedaan aan studies aan multiculturaliteit, nieuwe bewegingen, slam poetry, spoken word, etc. Dus ik word bijgeschoold. Waarvoor dank, Koen. Maar het gekke is dat die dynamiek en die jeugdigheid en die toch wel echt met de tijd meegaan, dat het niet als zodanig wordt ervaren in de samenleving. En ik vind het heel belangrijk dat jullie 50 hebben of 60 bachelors volgend jaar. Met mensen die mijn huidskleur hebben, om het maar even heel plat te zeggen. Hè, want dan weten we het team waar het over. Vind ik gewoon heel belangrijk, omdat ik kom op veel middelbare scholen door het hele land. Ik kom ook op veel basisscholen door het hele land. En ik vind dat wat daar voor de klas staat, al die goede docenten en juffen en meesters, dat die een afspiegeling moeten zijn van wat er ook in de buurt leeft en is. En dat kunnen we bereiken. We kunnen dat voor elkaar krijgen als we die focus scherp hebben. En ik ben ontzettend blij, waarvoor dank, dat ik ben geholpen in het scherp krijgen van die focus. En waarom vind ik het belangrijk dat de Nederlandistiek, de Nederlandse taal, wat de Nederlandse taal leeft, dat die veel kleuriger wordt. Om het heel plat te zeggen, hè, want voordat ik... is omdat onze samenleving, we hebben een aantal problemen liggen in onze samenleving. Die gaan over wederzijds begrip, die gaan over de wegvinden naar de arbeidsmarkt. Die gaan bijna altijd over taligheid. Ik heb afgelopen jaar, dan mocht wel, een talkshow gedaan langs mbo's en middelbare scholen. En die gingen over de rol van het onderwijs in onze samenleving. Vooral de zwakke groepen, laaggeletterdheid, ging het over nieuwkomers, et cetera. En het ging altijd over alles wat die studenten zeiden en docenten was... Taligheid is in Nederland een hoofdzaak. Als je de taal niet op orde hebt, dan sta je al met 5-0 achter. Bij een sollicitatie, een cv, noem maar op. En dan dacht ik van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat we die kinderen, die jonge mensen, al niet op de basisschool hebben kunnen overtuigen dat die taal, die Nederlandse taal, echt een ticket is naar iets heel groots, iets heel bijzonders. Nou, en ik wil die lange lijn, dat gesprek. Nou ja, ik denk dat we aan het begin staan en dat we
ook hier weer een stap hebben gezet. Zeg ik maar even een beetje op zijn Sigrid Kaags. Om het zo rond te maken. Maar u snapt wat ik bedoel. Waarvoor dank. Sigrid Kaag zou ook hier scheiden onze wegen. Maar dat is, dan moeten we in dit geval dan maar juist niet bezigen. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Handen, wie biedt? Ik zie daar mevrouw met de hand. Hallo, ik ben tweedejaars student Nederlands, onder andere bij Matthijs. U vertelde over de periode waarin ik ook gezeten heb, dat wij online onderwijs hadden. En dat het niet de meest prettige periode is, ook voor onderwijs. En toch heb ik vorig jaar, en dat weet ik nog steeds, ik ben niet de doorsnee student Nederlands met 41 jaar. En ik denk dan ook dat ik voor iedereen moet zorgen. Altijd, vooral ook binnen mijn groep. En toen vorig jaar hadden we een docent en die gaf voor het eerst online les en die had geen verbinding met ons. Maar die had geen idee. Dus die wist niet dat wij hem niet konden verstaan. Maar we konden het ook niet vertellen aan hem. Dus op een bepaald moment was hij, ik denk 25 minuten onderweg. En wij zaten natuurlijk allemaal thuis te appen. Hij hoort ons niet. Hij heeft geen idee. Wat moeten we doen? En toen, zijn vrouw ging op een bepaald moment helpen, want hij ontdekte op enig moment, ik heb volgens mij geen verbinding. En we zagen dat allemaal live gebeuren, want hij wist ook niet hoe de camera uit moest. En toen dacht ik, ik kan twee kanten op gaan. Studenten kunnen nu een kant op gaan, waarvan ik dan soms een beetje vrees van, ze zijn net nieuw en gaan we dit nou belachelijk maken met z'n allen? Of gaan we hopelijk de andere kant op? En ik hoop natuurlijk vurig als student en vrouw en moeder, ga alsjeblieft die andere kant op. En toen bleek in de pauze dat met mij echt tientallen studenten mails hadden gestuurd. Het secretariaat hadden gebeld, naar de receptie waren gegaan. Echt gewoon iedereen in werking gesteld, ook om zijn mobiele telefoonnummer te achterhalen, zodat we hem konden appen en bellen, et cetera. Dus ik was zeer verheugd. Dus dat was voor mij een van de meest ontroerende momenten in de coronatijd. Heeft u ook zo'n moment gehad dat u dacht van, maar dat vond ik toch wel zo bijzonder? Ik kan me bijna niet anders voorstellen dat we allemaal wel een moment hebben gehad in die gekke tijd online wat u bij is gebleven. Ja, nee, u geeft eigenlijk een heel tragisch iets, een hele mooie draai. Dat vind ik wel heel mooi. Ik ga het bijna geloven dat het vaker zou moeten gebeuren. Ik als verteller, gewoon echt als iemand die dat publiek moet zien te bereiken, ik werd er doodmoe van. Ik vind het heel zwaar. Ik wil het ook niet meer. En ik vind het ook, toch een paardensprong voor de volksgezondheid, geen goed idee. Het is heel zwaar, heel vermoeiend. En ik denk niet dat je, bijvoorbeeld wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, dan werd ik gevraagd van doe maar een lezing. En dan normaliter doe je een lezing van 50 minuten, 45, 50 minuten. Ik doe ik nu al zo lang. En dan ga je staan en dan is het, soms wat meer, soms wat minder. Maar goed, dit is publiek en dan ga je en dan doe je iets. Dan is er een dramaturgie. Dat kan je natuurlijk niet op de Zoom doen. Dat kan niet. Dat heeft u allemaal ervaren. En toen zei ik toen na een half jaar kwam ik erachter dat het gewoon één niet te doen is. Want mensen, de spanningsboog op Zoom is veel korter. Mensen gaan wegklikken, gaan op YouTube kijken. Voetbal is er ook. Gebeurt van alles. Toen zag ik, weet je wat, we doen gewoon 20 minuten. Ik doe 20 minuten een praatje. En daarna is het Q&A. Dus zo heb ik het opgelost. En dat werkt wel. Alleen voor een heel jaar is het natuurlijk al lastig. En nu komt nog iets. En dat ga ik weer doen, het enthousiasme als een virus. Ik denk als wij als letteren, ik reken me tot familie, als we willen voortbestaan, dan moeten we dat persoonlijke contact koesteren. Want anders dan, je kan Kafka niet in een dummies, dat gaat niet. Dat gaat gewoon niet. Je kan de Toverberg van Thomas Mann de biografie van Eschio, kan dat niet via een online cursus. Je hebt iemand nodig die tegenover je zit. En Douwe Draaisma of Van Basharif of Gert Riemersma die dan zegt van de mooiste straat in Amsterdam. En dan begint te citeren en je voelt dat. Je voelt dat. Iemand doorbreekt dat membraan. Je voelt dat. Je denkt,
dat wil ik ook. Je moet jaloers worden. Je moet gevoel van, dat wil ik ook. Ik wil het, dat heet, het is ook voor mijn literaire studiestroming, het kannibaliseren van de ander. Het kannibaliseren van de tekst, maar letterlijk de ander als het ware bijna willen veroveren. Bij de, het roept echt, dat heb ik wel eens gehad hoor, met iemand die, die ging naar Shakespeare citeren van, but to the sessions of sweet silent thought, summon up remembers of, en dat geval, ik wil jou, ik wil, nu ga ik je in stukken zagen, want ik wil die, en dat oergevoel van, dat is zo, want daar opent zich een weg. Daar opent zich een weg in wat literatuur is. En dan niet literatuur als dat boek, maar als veel meer dan dat. Als beschaving en maar ook als anti-barbarij. Als, nou, en een gesprek, zullen we maar zeggen. En dan kan je met iedereen. En ik zie het ook bij mijn dochter. Mijn dochter, die zegt altijd: papa, vertel verhaal over domme ridder. Dat hij de zee voorplast. En dat heeft ze al 100 keer gehoord, maar het is een bestseller geworden bij ons thuis. En je ziet gewoon haar, je ziet gewoon in het hoofd zie je dingen gebeuren. Dat je denkt, oh wauw. Ze zit heel veel op Netflix. Ze heeft alles op Netflix al een keer gezien, maar ze komt altijd terug voor een verhaal. Waarom is dat? Het is omdat het, dat, en als we dat niet meer doen, dan gaan we dan voorzie ik dat we deze hele toko hier op een gegeven moment kunnen sluiten. En het begint met letteren en dan eindigen we met al die andere studies. Dan is het gewoon de mensheid gaat dan outsourcen aan, ja, weet ik veel wat. En dan, dat wil ik niet. Ik ben gewoon een beetje nostalgicus. En wat ik zo goed vind ook aan het boek, is het ligt hier, een boek. En dan, iemand heeft dat gemaakt. En je kan gewoon van het boek zeggen, 400 jaar geleden heeft iemand met precies dezelfde middelen datzelfde boek gemaakt. Kijk maar, dus dit is, en 1000 jaar geleden ook, en er zit een bepaalde schoonheid in. Nou, u bent al geïnteresseerd, ik voel het aan u, ik voel gewoon dat u meer wil weten van dat boek. En zo draag je over, zo maak je van mensen kinderen, en lerende kinderen, spelende kinderen, en kunnen zij ook weer kinderen. Maar als wij nu naar de pabo's gaan, en we vragen niet meer aan pabo-studenten, je hoeft niet voor te lezen. Ja, dat ga je niet redden. Je moet voorlezen, je moet vertellen, want anders komt die taal niet binnen. Want die taal is niet DT, die is ook natuurlijk DT, absoluut. Maar het is ook dat voelen van, dat verhaal geeft mij bescherming, dat verhaal dat geeft schaduw, dat verhaal stuurt mij voort. Oh, en dat die ander dat ook heeft, en ook nog eens, samen met elkaar, dat je iemand tegenkomt, net als jij, precies weet waar die was, toen hij de gedaanteverwisseling van Kafka las. Een totaal onbekend iemand, een Peruviaan of weet ik veel, van asielzoeker uit Afghanistan, is ergens een café en dan zegt hij, Kafka, en dan zeg jij Kafka, en dan zegt hij, ja, dat is heel heftig, ja sorry, maar ik vind dat heel heftig, bij mij hakt dat er heel erg in, zoals u hoort. Kom even bij ondertussen. Ja, dankjewel inderdaad. Hadden we nog een ingezonden vraag. Die heeft niet zo heel veel met het lezing te maken, maar die was wel aan jou gericht. Van Remco Bruins. Ik weet niet of hij vandaag hier aanwezig is toevallig. Nee, nou dan lees ik hem zelf even voor. Remco zegt, ik heb je voor het eerst gezien toen je verhaal voorlas bij Woezel en Pip. Otto de Boekenbeer in 2017. Ik vond het zeer leuk en inspirerend hoe je het verhaal vertelde. Welke tussen aanhalingstekens kleine dingen in het leven inspireerden jou meer dan verwacht? Ja, we gaan onder het tapijt vandaag. Ja, we gaan echt onder, ja. Kleine dingen in het leven. Ja, nou ja. Woezel en Pip, dat heb ik toen gedaan. Even mensen bijlichten. Woezel en Pip, dat zijn twee hondjes die met elkaar spelen. En daar is een serie van gemaakt. En ik heb op een gegeven moment zo'n aflevering mogen voorlezen. En dan kreeg ik ook een foto mee naar huis. En onze dochter was toen, die volgde dat toen. Die vond het hartstikke leuk om te zien dat ik nu geadopteerd was door twee hondjes. Haar favoriete hondjes, dus dat was heel lief en leuk. En ja, ik vind het heel mooi hoe heet hij? Remco. Remco mij dit heeft onthouden, dat ik hem heb kunnen inspireren op die manier. Ja, dat is een heel klein dingetje, maar dat telt wel voor mij, dat telt wel. En even toch terugkomen naar mijn, ik heb wel eens... we denken vaak dat we met die taal en die letteren en die literatuur, dat we niet zoveel kunnen bereiken. Ik ga u één voorbeeld geven van dat we onze jongeren niet moeten onderschatten. Ik werd ziek, jaren geleden hoor, was geen corona. Ik moest een spijkenissen. Ja, om den brode deed ik dat toch, maar ik was doodziek, had griep. En
En ik in die auto naartoe is bij Kennisse middelbare school. En ik was op die middelbare school. En toen hadden ze 4 klassen achter elkaar. 4 of 3 klassen achter elkaar. Nou, HAVO 4, dat is de hel. Als je HAVO 4 hebt als eerste maandagochtend. Nou, toen nog een keer HAVO 4 en toen VWO 5. En dat is voortaan, dan begint het. En toen was het in de tweede groep altijd het zwaarst. Hè? Want die ingang en de uitgang. Dat. En toen, die tweede groep, dus ik was hier. En toen was daar, waar jij zit Sandra, zat een meisje. Die was helemaal zeg maar, gothic, weet je wel. Gothic verkleed, weet je wel. Dat was een Game of Thrones-achtig figuur. Nee. Geen make-up. En die was helemaal heel duister. En ik begon dat te vertellen, zo op deze manier. Zo met film, dus heel beeldend. En nou, die klas bewoog wel mee, maar dat meisje, dat keek naar me echt Game of Thrones-achtig. Keek ze naar me zo van, jij bent de volgende bij de executie. Zo keek ze naar me. Het was echt doodeng. En wat je dan gaat doen, want je wilt natuurlijk ook niet negatief, dus dan ga je om iemand ontwijken. Hè? Dat is ook niet slim. Maar goed, ik heb veel geleerd. En toen was ik heel blij dat die derde ik naar huis kon gaan. En toen liep ik, en ik was doodziek, ik moet naar huis. En toen liep ik zo naar buiten en toen stond het meisje me op te wachten. Dat meisje op de hand dacht, oh, daar staat ze, oh mijn god, wat nou weer. En toen zei ze, meneer Benali, ik zeg, ja, wat is er? Ze zegt, ja, ik heb naar uw lezing geluisterd. Ik zeg, ja, hij zegt, u heeft dat gezegd, ja. En u heeft toen ook dat gezegd. Ze citeerde letterlijk wat ik zei. Zei ze, ja, bedoelt u daarmee dit en dit en dit? En ze had gewoon helemaal mijn hele lezing al geanalyseerd. Ik zeg, het klopt. Zegt ze, dank u wel, dan heb ik het goed begrepen. Dus we weten het niet. Je weet niet wat er in die kopjes omgaat. Het is ongelooflijk. Om dat te kunnen voelen, dat dit is heel klein, maar dit was een hele grote les voor mij. Dat is een klein iets, maar heeft enorm veel impact op me gehad. Namelijk omdat ik daarna, als ik voor jonge mensen stond, hoe chagrijniger ze kijken, hoe beter ik me voel. Want ze zijn zo eerlijk. Het is gewoon heel eerlijk. Maar hier in het hoofd, die wasmachine draait 1600 toeren. En er gaat zoveel om. En je moet een beetje kunnen. Dus ja, ik wil haar bedanken. Ja, waar ze nu ook is. Ik denk dat ze Nederlands studeert. Nou, als ze kijkt, ja. Dankjewel namens ons. Nog even een vraag vanuit mezelf dan. Ik ben journalist in opleiding, vertelde ik al. En ik als journalist ben eigenlijk nergens zonder die ander, waar we het vandaag over hebben. De ander brengt mij namelijk de verhalen die ik dan weer aan de andere kan, wil of moet vertellen. Maar zeker in deze tijd waarin sommige anderen de journalistiek nou niet bepaald een warm hart toedragen. Hoe moet ik als journalist nou zorgen dat ik de band met die ander sterk genoeg houd? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is eigenlijk is dat het ouderwetse handwerk van een journalist, maar ook van een verhalenverteller zoals ik ben, schrijf, is dat je bereid bent om heel erg lang je mond te houden. Het is heel moeilijk om bereid te zijn om degene die jouw onderwerp van aandacht is, om die zo tegemoet te treden met ik ben nu bij je en ik verwacht helemaal niks van je. Ik ga gewoon naast je zitten. En je mond durven houden. En dat is voor mij de allerbelangrijkste les geweest. Want ik heb ooit een tv-programma gemaakt rond migratie. En toen, dat was in de tijd dat de Syrische opstand was losgebarsten. En er was een verzetsgroep net bij de Turks-Syrische grens. En we werden er naartoe gestuurd met een activiste uit Delft. Die dan spullen ging brengen. Kalashnikovs en dat soort dingen. Nee hoor, een fotocamera. En we gingen daar naartoe. En die mensen wisten dat we zouden komen. En we zouden dat filmen. Die overdracht en dat verhaal. En ik had een regisseur. En we kwamen daar aan en ik vond het allemaal heel spannend en ik had er heel veel zin in. En toen hadden we die mensen ontmoet met de camera erbij. En toen nam die regisseur mij een afloop even apart. We waren ook heel goed in de auto en toen zei ze, Abdelkader, het ging hartstikke goed, dat interview. Je hebt je vragen gesteld, et cetera. Ze zei, maar eigenlijk wil ik je wel iets meegeven. En toen zei ik, wat dan? Zeg ja. Ze zei heel beleefd, je was nadrukkelijk aanwezig. Dan zei ik, ja, maar dat levert er wel dynamiek op, toch? Zei ze, ja, zei ze, maar luister, zei ze, die mensen, die weten al weken dat je komt. Die staan nog net niet, weet je wel. Dus die weten, die zijn helemaal vol. Die willen dat verhaal vertellen. Zei ze, het enige wat jij hoeft te doen, is gaan zitten en zeggen, hoe is het gekomen? Nou, dat was moeilijk voor mij. Om zo'n houding te kunnen aannemen. Om gewoon te kunnen zitten en gewoon te zeggen, hoe is het? En erop te vertrouwen dat die ander daarna helemaal leeg loopt. Omdat die ander heeft al een verhaal. Het enige wat hij nodig heeft is een excuus, dat ben jij. Dat is heel moeilijk, want je wordt namelijk opgeleid om te doen, om actief te zijn, om voor te bereiden.
Maar als je iemand gaat spreken met die verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt, of met een doelpunt heeft gescoord, of whatever, die komt ergens vandaan en die heeft een verhaal. En soms is gewoon zo'n beetje achteroverleunen en durven zeggen van nou, vertel het maar. Of niks durven zeggen. Dat is wel heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk nog steeds. Maar ik heb toen ook die les wel echt... En ik zal zeggen, dat heeft me uit menig ingewikkelde situatie gered. Ook in mijn relatie. Ik moet meer mijn mond houden. Dat is eigenlijk de... Okay, ja, sowieso. Deze les kan je heel breed doortrekken. Goed, nou, dat ga ik bijna doen. Want we lopen een beetje tegen het einde van de lezing aan. Is er tot slot nog een laatste vraag vanuit de zaal? Een korte vraag nog. Ik zie daar nog een hand. Ik ben Saskia Visser, ik werk hier aan de faculteit. Ik vond het heel mooi, het idee van de toevallige ontmoeting is meer waard dan 1000 afspraken. En dat hebben we natuurlijk ook door al die afspraken via Zoom, die waren allemaal geregeld, hebben we ook die toevallige ontmoeting juist gemist. Maar als u dat nou doortrekt naar uw andere onderwerpen, literatuur, de roman, kunt u ons een tip geven hoe wij toevallige ontmoetingen kunnen creëren voor onszelf in de roman? Kunnen wij toevallig andere mensen ontmoeten in de roman? En dan denk ik van, als we zeggen, dit en dit moet je lezen, dan maken we weer afspraken. Maar hoe kunnen we ontdekken, hoe kunnen onze studenten ontdekken? Ja, nou, maar daarmee gaat u wel naar de kern van de ontdekkingsreis. En die vreugde die er is van de toevallige ontdekking. Dat is natuurlijk een serendipiteit, hè? Dat woord. Hè? Je vindt iets wat je niet hebt gezocht, maar wat je best wel goed uitkomt. Ja, dat is. Ik ben als knulletje ging ik dan naar. Ik kom uit Rotterdam. Dan ging ik naar Donner Boekhandel. En ik had, wat ik al vertelde, ik was zelf een zeker baasje. Dus ik vond dat ik, de wereld lag in mijn hand. En dan had ik wat geld. Ik werkte bij mijn vader in de slagerij en dan kreeg ik wat geld. En daar kocht ik paperbacks van, de Rainbow Pockets. En dan ging ik naar de boekhandel Donner en die had een tafel. Een wand. En daar stonden al die paperbacks van de Rainbow. Nou, op zich is daar al iets gereguleerd, zullen we maar zeggen. Hè, daar is natuurlijk al een soort van selectie gemaakt van Rainbow Pocket, dat was 7,50 gulden. Dus je kon bijna niet misgaan. Maar wat ik dan deed was dan pakte ik een boek. Gewoon pakte ik een boek en dan sloeg ik het open en dan ging ik de eerste pagina lezen. En begon ik te lezen. En als ik na 20 minuten nog daar stond, dan kocht ik het boek. En zo ben ik aan mijn literatuur gekomen. Letterlijk gewoon door dat te doen. En heel simpel. Dus ik weet nog heel goed, ik heb toen... Een van de mooiste ontdekkingen was een roman van Italo Calvino als Op een winternachtreiziger. Nou, dat is wel fantastisch, want die speelt heel mooi dat spel met die verwachtingen. Omdat hij namelijk zegt, als je hem opent, zegt hij, beste lezer, u heeft nu een boek in handen van Italo Calvino. Ga lekker zitten. Dat lees je dan in de donder en dan is het echt een soort van alles om je heen, wordt een noodzakelijke ruis. En je leest het en je denkt, ja, dit is zo... Wat gebeurt hier? En ik vind echt dat we meer nog dan wat te lezen moeten vragen. Wat gebeurt, wat gaat er in je om op het moment van lezen? Dat is een heel interessante vraag om te stellen. En zo heb ik mijn literatuur ontdekt. Want ik wilde het ook heel graag op mezelf ontdekken. Ik wilde ook heel graag zelf dat toeval toelaten. Ik vond dat daar zat een... ik had dat noodzakelijk nodig om tot kennisverwerking te kunnen komen. Ja, dus geef een trap tegen de kast, liefst met iemand naast je nog. Kijk wat eruit valt en gaat lezen. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja, ja. Goed, nou. tot zover de letterenlezing 2021. De opening van het academisch jaar voor de letterenfaculteit. We hebben naar een zeer interessante lezing geluisterd. Het was een eer om dit deel van de lezing te mogen modereren of aan elkaar te mogen praten. Veel dank aan jou, Abdelkader Benali, voor de komst naar Groningen, voor de lezing en voor het beantwoorden van al onze vragen. Jij bedankt, Stijn. Dankjewel. Graag gedaan. Natuurlijk dank aan iedereen hier aanwezig voor de komst. Tot slot nog mijn speciale aandacht aan de studenten hier en online. Ik hoop dat dit collegejaar alles wordt wat je ervan verwacht en misschien zelfs nog wel meer dan dat. Laten we hopen dat het met weinig coronabeperkingen fantastisch wordt. Dank jullie wel.
goed. In Duitsland, als er Duitse schrijvers in Nederland komen, dan staan ze altijd zo van, wat krijgen we nou? Maar hier kwam dat gewoon. Er is helaas geen borrel na afloop, dat kan nog even niet. Maar ik hoop jullie allemaal heel snel in een van onze gebouwen weer tegen te komen. En als we allemaal erg ons best doen door ons aan de regels te houden, dan kunnen we misschien over een maand of zo opeens wel met elkaar borrelen. Laten we dat hopen. Heel veel dank en wel thuis.